Gedon, want we zijn er weer. Aflevering, aflevering zitten we ondertussen? 14? 14, oh wauw. 14 van seizoen 2. Ja, wauw. Van de Raadspensionaars, podcast met geschiedenissteentje. En zoals jullie misschien wel weten, zijn we de laatste tijd bezig om de afgelopen 10 jaar te evalueren. We zitten inmiddels bij 2016-2017. Ja, nice man. Gaat hard, hè? Gaat zeer hard. Mocht je ons nou willen bereiken, overigens? Overigens. Om samen te werken, bijvoorbeeld? Samen te werken. Dat doen we dan via Twitter, Raadspension. Of Instagram zijn we gewoon de Raadspensionarissen. Of via Gmail kan je ons berichtje sturen, de Raadspensionarissen. @gmail.com. Ja, we gaan naar 2016. 2016 begon mijn carrière bij waar ik nu werk. Ja, mijn is ook. Echt? Ja. Ja. Oh, hier heb je die baan ook weer gekregen. Nou, een hele kale knikker. Maar toen was je nog niet zo kaal. Nee, toen was ik nog niet kaal. Daar lang haar. Ja. Nou, lang haar. Lul niet. Lang haar. Stekels. Spikies. Oké, okay, spikies. 2016, wat weet je nog van 2016? Ik weet het nog heel goed. Mijn vaders bed was leeg. Nee, 2016, ja, dat vragen we elke keer. Maar elke keer denk ik, wat doe ik eigenlijk met mijn leven? Nee, ik weet nog wel dat ik echt keihard aan het bikkelen was in 2016, man. Voor? In mijn studie, ik had twee baantjes. Want ik werkte toen nog bij een supermarkt. En daarna ben ik toen inderdaad bij waar ik nu werk, gaan werken. Dus ik heb echt wel gebikkeld in 2016. Ik heb ook veel gedaan wel. Ik ben ook veel, ik ben ook naar Duitsland een paar keer, of twee keer geweest, geloof ik, dat jaar. Okay. Eén keer op vakantie, één keer naar Gamescom, geloof ik. En okay, ja, ik ben ook in 2016 in Gamescom geweest. We elkaar net misgelopen, denk ik. Maar dat was wel echt een druk jaar, maar wel een leuk jaar. Ja, ik kan me niet zo goed herinneren wat ik gedaan heb eigenlijk. Want dan wil je zeggen, wat doe ik eigenlijk met mijn leven? Ik weet niet, in 2016 ik was aan het lesgeven. Ik was nog bezig met mijn opleiding. Kinderen, ja, vrouwen. Vrouwen. dus ja. Ik weet niet. Ik weet eigenlijk niet wat ik verder gedaan heb in 2016. Dat moet je niet zeggen, het jaar voor mezelf. Nee. Maar er zijn wel een aantal grote mensen ons ontvallen in 2016. Dus dat is wel heftig. En er is ook wel genoeg gebeurd in 2016. Klopt. Dus daar gaan we zo even naar luisteren. Maar misschien is het eerst leuk om even te kijken van wat waren de hits in die tijd. Zekers. Oké, komen ze. Right, dat waren Cheap Thrills, of tenminste dat was het liedje Cheap Thrills van Sia en Jean-Paul. Dat was Jean-Paul. Jonas Blue met Fast Car. Ja, dat is trouwens wel het origineel natuurlijk van Tracy Chapman. Zeker. En Be The One van Dua Lipa. Dua Lipa. I'll be the one. Ja, 2016. Ook op sportgebied is er wel wat gebeurd, want het is het jaar eigenlijk van de doorbraak. Nou, misschien niet helemaal de doorbraak, maar wel van de spectaculaire race van Max Verstappen op het Formule 1 circuit. Ook overigens miste het oranje het EK. Ja, klopt. Ja, dat was wel pittig. Ja, dat was wel bizar, want eigenlijk was het EK 2016 was geloof ik met de meeste landen ooit. En wij waren er niet bij. Wij waren er niet bij, dus dat was wel kansloos. Ja, en natuurlijk... het EK zelf werd gewonnen door Frankrijk. In de finale verslaan ze Portugal met 1-0. En wat natuurlijk op het sportgebied heel groot is, is eigenlijk het overlijden van Johan Cruijff. Ja, dat is in 2016. Ja. Tegenwoordig heet natuurlijk de Amsterdam Arena heet de Johan Cruijff Arena. Heeft wel even geduurd. Maar ja, hij ging dood toen. Ik denk de grootste voetballer die we gehad hebben in Nederland, denk ik toch wel. Ja, een van de grootste, laat ik het zo zeggen. Dus die is dood gegaan. En wie ook dood waren gegaan in 2016. Oké, dat klinkt heel lullig. Wie ook overleden zijn in 2016 zijn Mohammed Ali, de bokser. Wat hoe heet het ook weer? Hoe deed hij dat? Light as a butterfly, sting like a bee of zoiets. I am the greatest. Ja. David Bowie. Ja, ook niet heel onbelangrijk. Ja, groot muzikant natuurlijk. Ja. En Prince. Ja, het zijn er echt wel veel eigenlijk. Ja, veel, als ik het lijstje zo zie, Paulus. Purple Rain. Ja. Nee, maar serieus, het zijn er wel echt veel. Ja, ja, veel grote legendes natuurlijk die overleden zijn. Ja, ik merk toch wel steeds meer hoe ouder ik word dat steeds meer mensen waarvan ik
waar je tegenop kijkt dat die overlijden zou. Ook niet zo heel gek natuurlijk. Nee, dat is niet zo raar. Ja. Maar ik zag ook vandaag volgens mij op Facebook of Instagram dat een acteur van Star Trek, zeg maar, waar ik natuurlijk veel naar keek, dat een van de hoofdrolspelers, dat hij ook is overleden. Ja, en ook de, hoe heet hij ook weer, de gast die Big Bird speelt, van Sesamstraat. Is die ook overleden? Die is ook overleden. Holy crap. Ja. En die heeft gewoon 50 jaar lang heeft hij Big Bird gespeeld. Niet zozeer alleen, aan het einde zat, deed hij het pak natuurlijk niet meer, maar dat deed hij de stem alleen en die is ook overleden gisteren. Shit, heftig. Met zijn naam al even kwijt. Ja, ik weet het ook niet. Nee. Maar heftig dus. Zijn er nog, als we het over muziek hebben, zijn er ook nog films die... Ja man, Hawks Are Rich natuurlijk, over die gast, die medic, zeg maar, die weigerde om te schieten eigenlijk. Ja. Het gaat om de Tweede Wereldoorlog. Maar die toch enorm veel shit heeft gedaan, waardoor die heel bekend is geworden. En daar is, die is verfilmd eigenlijk, zijn verhaal is verfilmd. Mm-hmm. Zij vocht in tegen de Japanners in... in het God niet Midden-Oosten, maar hoe heet die andere? Stille Oceaan. In Stille Oceaan, ja. Daar vocht hij tegen de Japanners. En eigenlijk zonder eigenlijk een schot te lossen. Heel goed. Zo. Ja, heeft hij het overleefd. En heeft hij heldendaden verricht door mensen te redden uit oorlogsgebieden, tijdens gevechten en dat soort dingen. Dus kudos voor die held. Ja, bizar man. Ja. En ook nog Deadpool. Epische film, ja, hij is wel heel episch inderdaad. Hij is ook echt een beetje karikatuur van natuurlijk Marvel films. Maar het is wel een Marvel karakter natuurlijk. Heel populair ook. Ja, ik vind het echt super vet. Ja, ik vind hem ook heel grappig, ja. En Deadpool 2 moet ik nog zien eigenlijk. Ja, ja. Is die... Nee, Deadpool staat niet op Disney+. Nee. Dat komt omdat die niet van... als van Fox. Fox is inmiddels wel omgekocht. Dus je hebt kans dat in de toekomst wel iets van Deadpool Marvel wordt dan. Hmm. En natuurlijk tot slot nog La La Land, die heb ik nog niet gezien. Die was laatst op tv. Oké. Okay. Ik heb hem wel gezien en ik weet je, ik heb altijd, ben een beetje allergisch voor op het moment dat je ruzie krijgt. Je is gaat zingen. Ja. Maar in La La Land was het wel te doen. Daar was het wel te doen, dus dat kon ik wel kijken. Maar ja, schijnbaar was het een super goede film. Volgens heel veel recensies heeft natuurlijk ook prijzen gewonnen. Ja. En was laatst op tv. Liedje is heel bekend, dat beginliedje. Heel irritant ook. Mm-hmm. Ik weet even niet meer hoe die precies gaat, maar fucking irritant. Geen idee. Maar goed, ja, ik ben niet zo van musical dingen. Even van The Sound of Music vond ik dan nog wel oké. Okay, omdat ze dan steeds... Ze leiden het verhaal toe op een liedje. Dat ze echt een liedje gaan zingen. Mm-hmm. Ja, want die familie is heel muzikaal. Maar soms, als je dan zo'n musical zit te kijken en ze beginnen in één keer te zingen, dan denk je van, what the fuck? What's happening? Dus, wist je dat al eens, als we over Deadpool hebben, dat die gast die Wolverine speelt, die kan ook heel goed zingen? Ja. Hugh Jackman. Hugh Jackman, ja. Ja, die kan heel goed zingen zelfs. Die doet heel veel theater trouwens. Ja? Ja. Ja. Cool. Sommige mensen hebben het allemaal, hè. Mm-hmm. Ja, het is wel hard voor gewerkt natuurlijk. Ja, Dick Life. Echt, ja, heb je Wolverine gezien? Fuck. En dan... Ja, weet je hoe hard hij daarvoor werkt? Ja, tuurlijk. Maar... Weet je ook dat hij trouwens in sommige opnames ook echt wijn dronk? Op het moment dat ze gingen filmen. Want door dat wijn dat ging dan zijn aderen heel erg naar buiten te komen. Oh, echt? Ja, en dat hij dan echt dat die... Weet je wel, dat hij echt nog die dikke aderen... Vet, oké. Okay. Ja, dat heeft niet zoveel met geschiedenis te maken, denk ik. Ja, maar wel dope. Ja. Oké, okay, we gaan verder. Want 2016 is het jaar dat ontevreden burgers hun stem lieten horen. In heel veel zaken eigenlijk. En ik weet niet hoe bekend het is onder jullie. Maar natuurlijk, de meerderheid van de kiezers wees het Oekraïne-verdrag af. Oekraïne die natuurlijk in 2014 zichzelf losworstelde van de greep van Rusland. En eigenlijk toevlucht zocht natuurlijk naar de Europese Unie. Hè, want het is natuurlijk Rusland of het Westen. En er was dus een verdrag. Die wilden ze opstellen om om meer samen te werken. En ik geloof een handelsverdrag. Mm-hmm. Wat? Samenwerken. Samenwerken. Ja, en een handelsverdrag. Maar goed, in Nederland kozen de meeste mensen tegen dat verdrag. Dat was een referendum natuurlijk. Bijzonder, vind ik dat wel. Ja. Ja, het was wel een duidelijk signaal van we willen het niet. Maar waarom niet? Ja, ik heb altijd het gevoel dat er een beetje... Het gevoel is dat heel erg... Hoe noem je dat? Beïnvloed wordt door negatieve... Ja, denk ik ook. Negatieve propaganda van...
mensen die tegen Europa zijn. Ja, maar dat is het ook. Maar terwijl Oekraïne juist best wel pro-Europa is. Ja, ze zijn heel erg pro-Europa. Ja, ze zijn natuurlijk heel erg... Ja, ik geloof vandaag zelfs dat voor het eerst Poetin en de president van Oekraïne elkaar gaan ontmoeten. Dus dat is ook wel een dingetje. Dat is wel een ding, ja. Want er is natuurlijk veel gebeurd, hè. Rusland heeft de Krim min of meer geannexeerd. De bewoners van de Krim zouden wel pro-Russisch zijn. Hè? Want je ziet daar dat twee derde van het land van Oekraïne, zeg maar. Maar dan aan de westkant natuurlijk pro-Europees. En de oostkant dan toch wel iets meer neigen naar Rusland. Waarom weet niemand. Maar ja, dat is een voorkeur nou eenmaal. Dus er is veel onrust nog steeds ook in dat land. En je ziet dus dat de Krim is ingenomen door Rusland. We hebben natuurlijk de MH17 gehad. Die is neergeschoten door waarschijnlijk Russisch militair materieel. Dus, en we hebben natuurlijk voor mei vorig jaar dat er marineschepen van Oekraïne door Rusland in beslag waren genomen en beschoten. Dus het is best wel prettig, denk ik, dat ze met elkaar om de tafel gaan om even te overleggen van hoe verder. Ja. Wat dan meer? Ja, de grootste nee-zeers was natuurlijk met de Brexit, hè. Ja, daar hebben we het al vaker over gehad, hè. Ja. Want dit is dan het jaar dat je ziet dat Groot-Brittannië stemt om de Europese Unie te verlaten. En een grote meerderheid ook, hè. En, ja, 52%. Ja. Maar heel veel jongeren hebben ook niet gestemd. En ze zeggen ook, als ik dat wel hadden gedaan, dan had het misschien er wel iets anders uitgezien. Ja. De uitkomst. Hebben ze niet gedaan. Nee, dus dat is echt super jammer. Want je ziet dat op deze manier... Ja, ik vind het sowieso een hele bizarre situatie. Nog steeds hoor. Ik vind het echt te bizar dat dit zo makkelijk kan, eigenlijk, naar mijn gevoel. Ja, ja, ja. Het referendum, ik weet niet. In Nederland hebben we natuurlijk een raadgevend referendum. Ja. Ja, daar niet, blijkbaar. Ja, daar niet, nee, ja. David Cameron was natuurlijk aan de macht gekomen. En voor mij in 2014 al. Ja, weet ik niet. Nou, ik niet. In ieder geval, als ze daarvoor aan de macht gekomen. Eigenlijk wilden die alle Brexiteers wilden die hun mond snoeren. En hij voelde zich zo zeker ervan. Want hij was niet tegen de Europese Unie. Maar hij voelde zich zo zeker van... Hè, ze gaan... Gaat toch niet worden. Gaat toch niet... weet je, iedereen stemt toch voor de Europese Unie. Dat hij dus dat referendum deed. Een boy... Die veel dat. Lekker bezig, jongen. Ja. Jongen, jongen, jongen. Dus de Brexit is ongoing natuurlijk, vanaf 2016 al. Hè? Dus ik vraag me soms wel eens af, komt die er wel? Ja, die komt er wel. Januari toch? Zou het zover moeten zijn? Ja, toch? Maar deze was het oktober en toen was het een beetje hetzelfde als mijn nieuwe positie eigenlijk. Wordt steeds uitgesteld. Ja, en ook de VS, hè, die verkozen een president die... heel wat los heeft gemaakt eigenlijk. Ja, weet je, ik bedoel, het is toch wel heel bijzonder, dit presidentschap, laten we heel eerlijk zijn. Het is, hij laat wel van zich horen, zal ik maar even zeggen. Meneer Donald Trump. Ja, Donald Trump. Moeten we erover zeggen. Donald Trump en Brexit kunnen we een beetje allebei net zo belachelijk maken, denk ik. Ja, maar aan de andere kant is het wel een realiteit waar je ook rekening mee moet houden. Ja, weet je, ik geloof dat de popular vote was toch voor Clinton. Maar de hoe noem je dat? Je hebt die popular vote en je hebt die andere vote. In ieder geval. De verkiezingen in Amerika werken natuurlijk anders. Ze kiezen daar door middel van kiesmannen. Ja, klopt. Dus je ziet dat de grote staten hebben meer kiesmannen. Ja. Maar daardoor kan het wel eens voorkomen dat bijvoorbeeld meer mensen hebben gestemd voor de ene kandidaat. Dus voor Clinton in dit geval. Maar dat door die kiesmannen dat dus toch die andere president wordt gekozen. Ja, heel bizar is dat, ja. Hè? Dus stel je voor dat je een staat van weet ik veel, 20.000 inwoners hebt en 52% stemt voor... Ja, dan gaan al die andere stemmen eigenlijk verloren. En al die andere stemmen gaan dan verloren, ja. Dus dan worden dus die staat heeft dan bijvoorbeeld 3 kiesmannen. Ja. Dus die 3 kiesmannen moeten dan stemmen op die... Dus eigenlijk hebben meer mensen gestemd op Clinton. Ja. Maar puur door die kiesmannen zie je dat Trump heeft gewonnen. Ja. Ja, dat is een raar systeem. Ja, bizar, hè? Het is wel democratisch, maar het is ook wel een beetje krom, vind ik, hoor. Ja, want net wat je zegt, die 48% gaat dan verloren. Ja, gaat gewoon weg. Er gebeurt niks mee. Nee, dus die worden ook niet... Het is gewoon zonde. Ja, dat is gewoon shit, eigenlijk. Maar ja, zij vinden dat natuurlijk... die Amerikanen vinden hun systeem natuurlijk het beste. Dus dat zal met dit ook wel zo zijn. Maar goed, voor mij waren er na deze verkiezingen wel wat stemmen... die toch zich afvroegen of dat dit wel het juiste systeem was... Ja, tuurlijk. Logischerwijs ook, ja.
Maar goed, Trump zit er nog steeds mee. Voor mij is hij wel bijna afgelopen. Ja, maar hij gaat ook weer natuurlijk verkiesbaar stellen. En ja, de democratische partij is een beetje... Het is een beetje een zootje. Ja, daar loopt natuurlijk ook een impeachment nu tegen. Ja, klopt. Dan hoor je niet zo heel veel meer. Nee, je hoort niet meer zoveel ervan. Ik denk dat het ook niet gaat gebeuren, als ik eerlijk ben. Ik weet het niet. Ik denk dat hij zo blindelings gesteund wordt dat het, wat hij ook flikt, dat ze het echt niet boeien, die achterban. Ja. Want het is, voor de achterban is het al echt een overwinning dat hij daar zit, hè? Ja, precies. Dat het echt voelt alsof hij al onoverwinnelijk is, wat echt krom is natuurlijk. Ja, bizar. Er zijn heel veel schandalen geweest, laten we wel heel eerlijk zijn. Hè? Hey, deze man heeft meer schandalen als de katholieke kerk kindjes heeft misbruikt. Ja. Even serieus, dat is niet normaal. Maar goed, hij zit er nog steeds. Dus ja, wat kun je eraan doen? Ja, ik weet het niet. Nou, misschien kan je het volgende doen. Ja, een staatsgreep plegen. 2016 is namelijk het jaar van de staatsgreep in Turkije. En ik weet natuurlijk niet wat jullie allemaal weten van... Ja, hoe de Turkse democratie werkt eigenlijk. Maar toen, voor mij hebben we het al een keer benoemd. Toen Atatürk natuurlijk Turkije oprichtte. Had hij een soort failsafe ingericht. Dat op het moment dat een leider van Turkije te veel op een dictator leek. Dat dan het leger eigenlijk gemachtigd is om hem af te werpen. En dat gebeurt dus in 2016. Waarbij dus delen van het Turkse leger. Van de Turkse krijgsmacht moet ik zeggen. Erdogan te machtig vonden worden. Ja. En die wilden hem dus afzetten, maar dat mislukte jammerlijk voor hun. Ik denk ook voor misschien wel meer mensen. Ik ben niet zo fan van Erdogan, maar goed, ja. Ja, er zijn heel veel mensen wel heel fan van Erdogan. Ja, ja, mensen die niet van Facebook houden, denk ik. Ja, ik weet het ook niet. Ik hoor ook wel hele nare dingen natuurlijk, maar bij wel elke leider zo, laten we wel heel eerlijk zijn. Dat is waar, dat is waar. Maar, ja, hij trekt... Wel, als je kijkt naar wat hij doet, wel heel veel macht naar zichzelf toe. Hij zit ook al heel lang, hè? Ja, het punt is ook, dat is dan weer met je EU-schuld. Hè. Turkije wilde op een gegeven moment bij de EU horen. En toen zeiden ze tegen Erdogan van, ja, maar ja, er zijn zoveel dingen mis in jouw land. En bijvoorbeeld dat het leger dus een staatsgreep mag plegen. En dat vond de EU, vindt dat dan een teken van instabiliteit, waardoor dus Erdogan eigenlijk macht naar zich toe heeft getrokken, zodat ze eigenlijk dat dus niet meer konden en dat Turkije naar de EU kon. Ja, vervolgens worden die nu dus eigenlijk te machtig. Dus dat is ook wel een bijzonder iets natuurlijk. Ja, absoluut. Maar ja, goed. Het is zo, Turkije, we moeten ermee dealen. Aan de andere kant hebben we wel een vluchtelingendeal gesloten met Turkije, ook in 2016, waarbij dus de vluchtelingen eigenlijk stoppen in Turkije. Die worden niet doorgestuurd. Zij vangen dus het grootste gedeelte op. Dus in dat opzicht dat is weer anders. En Turkije heeft natuurlijk ook tegen de IS vrij actief gevochten. Ja. Dus dat eigenlijk. Ja. Overigens we het dan toch hebben over vluchtelingen. Ja. Het is ook in 2016 is ook het jaar waar eigenlijk in heel veel verschillende Nederlandse straten en op Facebook en whatever, Twitter, Instagram. Dat de leus AZC weg ermee klonk. Wat natuurlijk wel... ik vraag me trouwens even hardop af of dit ook het jaar is van de dikke BMW. Dat zou best kunnen, maar ik weet het niet aan mijn hoofd. Nee. Ja goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen... Nou ja, niet heel veel mensen, ik moet zeggen. Er zijn natuurlijk gewoon groepen die tegen een AZC zijn, asielzoekerscentrum. Overigens moeten we het wel af en toe nuanceren. Er was een... hoe heette dat dorpje nou? De Oranje... Weet ik veel shit, man. Ik ben helemaal kwijt. Maar er was in ieder geval een of andere dorpje ergens die met een paar duizend inwoners. En daar zou dan een AZC komen die meer asielzoekers zou tellen dan dat er inwoners van... Ja, dat is best wel bizar. Oranjestad was dat. Oranjestad, ja. Dat is best wel een raar idee natuurlijk. Ja, dus daar waren ze op tegen. Dus ze waren in principe niet tegen het feit dat er asielzoekers kwamen. Alleen tegen de hoeveelheid. Dus wat eigenlijk best logisch is. En wat natuurlijk eigenlijk slecht is van de overheid, als ze dat op die manier communiceren. Nou ja, ook is dat jaar de VND failliet gegaan. Niet te vergeten, de VND. Ja. Vroom en Dreesman, hè. Dat is ook... Super oud bedrijf natuurlijk. Ja. En die waren failliet, die konden gewoon niet concurreren. Het is vooral ook het feit met die online shoppen en dingen. Want ze hebben hele grote warenhuizen. Waar ze echt mensen naartoe trekken. Wat wel interessant was. Hè? Mensen gingen daar gewoon heen. Eigenlijk om te passen en te weet ik veel wat. En dan vervolgens koopt men nog steeds. Hè? Het online. Want hij is het gewoon goedkoper.
Ja, dus zij konden daar ook niet tegen concurreren. Het werd opgericht in 1887 door de zwagers Willem Vroom, Vroom en Anton Dreesman. Dus V&D staat dan in dat Vroom en Dreesman. Ja. En 2016 konden ze het gewoon niet meer aan. En net zoals veel winkels en raakten ze failliet. Ja, hebben ze toch nog lang volgehouden als bedrijf. Ja, ja, ja dat wel. Ja, maar ze hadden eigenlijk moeten moderniseren. Ze hadden ook online moeten gaan, maar dat hebben ze niet gedaan. Niet genoeg in ieder geval. Nee. Dus in Dordt staat het pand nog steeds leeg. En het is echt een super groot pand. Het V&D-pand was echt super groot. Ja, we hebben super groot keten. Ik weet volgens mij is het in Rotterdam is die wel in gebruik nu. Okay. Maar ik weet niet zeker. Ja. Maar ik weet dat er heel erg veel leuke dingetjes in staan. Dus het zal wel. Ja. Kerstige dingetjes, zou ik maar even zeggen. Ja, dus je hebt leegstaande V&D's in winkelcentra. Oké. Nee, niet goed? Nee, ik hoor hem niet. Oh, nou, er was... 2016 is ook de treitenvlogger, Ismail Ilgun. Die eigenlijk met een hoop hangjongeren bij een winkelcentrum... Vandaar, winkelcentrum. Ja, ik in de Zaanse wijk Poelenburg. Televisieploegen uit de wijk wegjaagt. Bewoners intimideren, maar ook politieagenten. Uiteindelijk keert de rust terug naar diverse arrestaties. En die Ismail Ilgun heeft eigenlijk zijn excuus aangeboden. Bizar. En zijn leven gebeden al dus hemzelf. Dus daar hoop ik voor hem. Toch? Ja. Ja. Ja, je kan sowieso niet televisieploegen, bewoners en politie proberen weg te jagen met het middel van filmpjes of... Dat is toch niet oké? Okay? Nee, is niet oké. Het is niet waar we voor kiezen in Nederland eigenlijk. Of eigenlijk nergens, denk ik. Als ik eerlijk ben. Maar goed, gelukkig dat rust er nu is. En hij heeft hopelijk echt het licht gezien. En niet een publiciteitsstunt. Ja, ook zie je dat meneer Wilders, de PVV-leider Geert Wilders, deels schuldig wordt bevonden... in het minder Marokkanen-proces. Wat hij heeft gezegd, wil je er meer of minder Marokkanen? Ja. Nou, volgens de rechtbank heeft Wilders zich wel schuldig gemaakt aan belediging, groepsbelediging. En het aanzetten tot discriminatie bij zijn uitspraken alweer in 2014. Hè? Dus dat gaat ook al heel lang door. Ja. En van andere aanklachten, zoals het aanzetten tot haat, wordt hij dan wel weer vrijgesproken. Ja, dus, discutabel. Maar... Ja, eens. Maar goed. Ja. Ja. Oké, het zij zo. Ja, ik heb vertrouwen in de rechtsstaat. Dus, dat moet ik ook maar blijven houden dan, ook in dit geval. Ja. Dus wat er wel leuk is overigens, is dat 2016 het jaar is van Jeronimus Bosch. Eigenlijk dat het zijn 500ste sterftejaar is. Nou, dat is misschien niet zo grappig, maar wel dat hij geëerd wordt in verschillende musea en manifestaties eigenlijk. En ik weet niet of je zijn werk kent, maar het is best wel bizar werk. Het is heel fantasierijk eigenlijk. En het is al 500 jaar oud. Dat is best knap. Ja, ja, maar het is heel erg... je zou het gewoon moeten zien. Ik denk dat we op Twitter even een paar postjes moeten maken. En Instagram een paar plaatjes moeten zetten van zijn kunst. Want het is echt bizar, gewoon met duivels en... dan weer het heeft gewoon geen realiteitszin om in die... bizar, net of die gewoon constant stoned was of zo. Je weet. Ja, dat zou best kunnen. maar het is wel een groot kunstenaar. Dus ter ere van zijn 500ste sterftejaar hebben ze dus die enorme dingen georganiseerd. En dat was best wel bijzonder. Best wel mooi ook. Alright, man. Ja, en dan dat is eigenlijk al 2016. Dus... 2017, next year. Ik wil het trouwens wel even kort even benoemen, hè, dat we zijn nu bezig met die jaren en eigenlijk hoe bizar het is hoe wij als mens ons vasthouden aan tijdindeling. Ja, heel erg zelfs. Alsof op 31 januari of 31 december of dan compleet veranderd. Precies. Maar toch, als je dan oud en nieuw hebt gehad, heb je toch het gevoel zo van, kut, het is... De feestdagen zijn voorbij. Het begint weer opnieuw. En ja, ik weet niet. Ik heb toch altijd wel zo'n gevoel alsof er een omslag is in de samen. Ja, het klinkt heel stom misschien. Ja, het is natuurlijk... Al die feestdingen worden weggehaald. Alle koopjes zijn ineens plots voorbij. Het is ineens allemaal weer back to reality, weet je wel. Ja, maar we zijn natuurlijk heel erg van het hokjes plaatsen van dingen om het te kunnen begrijpen. Hè? En als je natuurlijk kijkt, in het jaar 500 bijvoorbeeld, was het niet zo dat in één keer plop die Romeinen weg waren. Nee, dat die betrokken werden morgens en Romeinen zijn weg. Zo werkt het niet, weet je. En dat is denk ik ook met jaren, dagen en
Ja, kijk, dagen zou je nog kunnen zeggen dat is een soort cyclus natuurlijk. Maar ja. Ja, we plassen alles in hokjes. En eigenlijk moet je gewoon zien dat het gewoon doorloopt. Continuïteit. Dus continuïteit, hè? Eigenlijk. Hè? Er is altijd ook wel een beetje sprake van discontinuïteit natuurlijk, maar... Ja, maar we maken er heel erg discontinuïteit van. Op het moment dat we... Ja. Dat we zeg maar oud en nieuw hebben gehad. Want dan opeens kan ik wel afvallen bijvoorbeeld. Ja. Of kun je wel stoppen met roken of whatever. Lukt gewoon nooit, maar dat maakt niet uit. Nee. Doe het gewoon fucking door het jaar heen. Waarschijnlijk hebben wij dat nodig om opnieuw te kunnen beginnen. Ja. Ja. Psyche, shizzle. Oké, maar goed. 2017. Next song. Next song. Oké, ja, gelijk next song. Next song. Next song. Here he comes. I'm gonna rock you, rock a bye baby. Don't you cry. Somebody's got you. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Ja, dat waren de liedjes weer. En ondertussen zit mijn collega Donnie zit even de Euronymous Bos. Ja man, dat is echt bizar. Dit is echt, ik had echt, als ik dit had, als ik niet had gezegd welk jaartal je bij zat, had ik waarschijnlijk 18, 19 eeuw gezegd. Maar hij heeft echt wel hele toffe dingen gemaakt inderdaad. Ja. Echt een beetje abstract, een beetje Dali lijkt het wel joh, af en toe. Ja wat man, ik heb geen idee wie de fuck Dali is, maar oké. Okay. Mustache. Ik ben echt gewoon anti-kunst, geschiedenis, niet, ja, ik weet het gewoon niet. Nee, weet je hoe ik, deze gast, zij een leerling van mij op het praktijkonderwijs, dus dat zijn over het algemeen, hoe zeg je dat netjes? Ze zijn niet de slimste, om het maar even zo te zeggen. Maar hij kwam zo, die gast kwam naar me toe. Ja, kent u Euronymous Bos? Ik zei nee. En hij liet het zien. Dus ik dacht, wow, what the fuck? Ik heb het allemaal onthouden. Dus dat is wel vet, ja. Dat hij dat ook wist. Zeg maar, vond ik leuk. Ja, hey, maar even over die mooie nummers. Ja, die nummers. Ja, we horen natuurlijk... Shape of You. Bij Ed Sheeran natuurlijk. Ja, Ed Sheeran, Shape of You. Ja. En dan de crappy Crappacito. Ja, ik ben er niet zo fan van. Het is niet mijn cup of tea. Nee, maar het is echt al 2 jaar lang heeft men over dit liedje. Echt, ja. Ik snap ook niet waarom. Maar dat komt waarschijnlijk omdat het een echt enorme meme is geworden of zo. Oh, is dat het? Louis Badass meme, ja. En natuurlijk Rock Bye Baby. Clean Bandit. Ja, dat vond ik dan nog oké. Ja. Dus. Maar goed, ook de sport is iets super vets gebeurd natuurlijk. Eén ding tenminste. De andere is, ligt eraan voor wie je bent. Maar de Oranje Vrouwen zijn kampioen geworden. Ja, super vet of niet? Ja. Ik ben sowieso voor de vrouwen. Want die zijn gewoon veel beter dan de mannen. Ja, sorry. Niet lullig bedoeld. Maar die hebben gewoon iets meer... Ja, die moeten gewoon iets meer supporten. Want die verdienen dat gewoon, weet je. Ja, dat wel. Ik weet niet of ze echt beter zijn, maar... Tuurlijk wel. Ze maken wel meer kans om meer prijzen te winnen. Omdat ze wel beter zijn tegenovergestelde van de rest van Europa. En van de mannen. Nee, dat vind ik niet. Ja, ik wel. Hoezo? Omdat het vrouwen zijn? Nee, dat is het niet. Oei, Paulus. Serieus? Nee, dat maakt me echt niet uit. Want ik vind het heel leuk om te kijken. Ik heb echt een oranje hart, dus ik kijk elke wedstrijd van Oranje Vrouwen. Maar, ik vind gewoon soms de ballen die ze spelen, de fouten die ze maken zijn dan... Beetje knullig. Ja, zijn gewoon heel knullig. Dat je denkt van, ja, fuck man, als je... Ah, de topvoetballer, ja, dat zeg ik zeker niet. Ik heb echt klomvoeten, dus daarmee schop ik echt. Ik voetbal wel eens, maar dat is zeg maar niet F-jes waardig. En uiteraard. Ja, dat is minder belangrijk. Feyenoord wordt voor het eerst in de 18 jaar kampioen. Oké, okay, nee. Door. Wacht. Feyenoord wordt voor het eerst sinds 18 jaar kampioen. Dat is een hele happening, jongen. Ja. Dat was echt een hele happening. Dat was een hele happening. I can tell you, because I live in Rotterdam. Nee, maar dat was echt wel een happening. Daar waren ze heel blij mee. En snap mij, ik, als sindsdien, 18 jaar duurt voor je een mooi prijsje. Sindsdien is het allemaal kut, geloof ik. Dus, ja, het is, nu is het, gaat het heel slecht met Feyenoord. Mijn vrouw is voor Feyenoord, dus als je luistert, schatje, zet even het geluid uit. Nee, ja, ik vind, je hebt 2 mensen nodig om een potje te spelen. En ook al ben ik voor Ajax en ik absoluut niet voor Feyenoord. Maar toch, ja, ik vind het wel vervelend als dan zo'n ploeg, zeg maar, die zoveel glorie heeft gekend, dat nu dan zo slecht gaat. Hè. Het is ook echt geen naam die nu opstaat bij Feyenoord waarvan je denkt van, wow. Ja. Weet je, net zoals Van Persie hadden we natuurlijk. En Kuyt heeft eigenlijk Feyenoord zo min of meer kampioen gemaakt. Graag, ja. Ja, dat zijn echt wel spelers waar ik gewoon echt wel respect voor heb en die ik graag ook zie spelen. Ook al is het voor Feyenoord. Ja, dat heb je nu niet. Nu zit je met Jurgensen of een of andere Sinistera die niks zeggend is. Dus dat is wel zonde voor Feyenoord. Maakt wel dat... en de klassieke laatst was ook echt niet... ik vond het niet leuk.
de klassieker. We hebben Ajax heeft natuurlijk met twee vingers in zijn neus hebben ze met gemak gewonnen. Ja, dat is gewoon niet leuk. Een klassieker moet je voor vechten, weet je, voor de winst. Dat is een klassieker. Ja, er zijn ook nog wat films uitgekomen in 2017 die ik ook super vet vind trouwens. Logan, hè? De laatste film over van Hugh Jackman als Wolverine. Ja. Echt de laatste. Er zit daar wel een raar ding in trouwens. Al op het laatst neemt hij toch al die serums tegelijk of zo. En dan is hij in één keer weer heel eventjes supersterk. Maar... Ik weet het niet meer. En vertel. Nou, het verhaal is natuurlijk dat, als je luistert, spoiler alert. Het verhaal is natuurlijk dat hij door die adamantium. Heeft hij die metalen klauwen en die vergiftigen hem langzaam eigenlijk. Maar op een gegeven moment krijgt hij op het laatst, dan om nog één keer al die krachten te krijgen, steekt hij in één keer al het serum voor de genezing of zo die ze uit zijn bloed hebben gehaald. Ja. Die steekt hij weer in zich, waardoor hij in één keer weer helemaal super geneest. Ja. Maar als hij eenmaal super genezen is, dan moet hij toch weer gewoon... Ja, I know, right? De old man zijn. Ja. Maar nee, dan als het serum werkt dan op een gegeven moment uit of zo, en dan is hij weer de old... Ja. Is hij weer... Dat kan dus niet, want je bent al genezen, toch? I know, maar ik weet het. Mind is blown. Het is sowieso wel een beetje vaag. Ja. Maar het is inderdaad de laatste film was Hugh Jackman als Wolverine. En hij heeft echt wel een hele cult following, hè? Ook hoe goed hij dat gedaan heeft. Ja, hij was... Als Wolverine, hè? De films waren niet altijd goed, maar hij was altijd wel echt gewoon... Badass. Ja, het lichtpuntje zou ik maar even zeggen. Ja. Ook de nieuwe Blade Runner. Ja, de remake. Zo, nou remake. Het is gewoon een sequel, hè? Is het een sequel? Het is een sequel. Ja, dat klopt, ja. Met, ik vond hem wel goed, ik vond hem lang. Ik vond hem wel lang, maar het was de eerste ook. Ja, de eerste. Maar ik vond hem echt zo vet, met al die oude acteurs er weer in. Ja. En die gast met die, ook met die unicorn gebeuren weer. Ja. Dat je nog steeds twijfelt of Deckard nou eigenlijk een replica is. En ik denk, what the fuck? Ja. Is dit een replica? En dan, ja, het is gewoon echt, ik vond het echt wel vet film. Ja. Ook gewoon hoe alles zo sci-fi is, weet je wel. Ja, ik vond hem ook vet, maar ik vond hem wel lang. Ja, ik ook. Dunkirk. Oh, sorry, ik onderbreek je. Ja. Dunkirk. je hebt hem nog niet gezien, dus. Jawel, ik heb Dunkirk wel gezien. Oh, je hebt hem wel gezien? Ja, niet zo lang geleden. Zien, ik vond hem eigenlijk best wel vet. Ik snapte wel wat jij zei, want het was heel stil eigenlijk. Hè. Dat was niet, op een gegeven moment konden ze gewoon over het strand lopen, dat je denkt, ja, wat de fuck, dat klopt niet. Ja, er staat niemand, zeg maar. Ja. Hoezo is het een expeditieleger van fucking 400.000 man? En dan zeggen ze ook, ja, dit is de linie van met de Duitsers. En de Duitsers waren helemaal niet, dan konden ze in dat schip zitten en zo. Ja. Maar ik vond het wel vet gedaan, man, hoe het allemaal gefilmd was en hoe het allemaal uitzag. Ja, ik moest me heel erg concentreren op die verhaallijnen die dan anders qua tijd lopen ook en zo. En op een gegeven moment kwam het wel, zeg maar, komt het bij elkaar, dan begrijp je het. Maar ik vond gewoon dat je... Ja, er zat gewoon te veel dingen in die ik dacht van, ja, dit is raar, man. Even over iets anders. Heb je de film Midway gezien? Nee, nog niet. Oké, dan moet je die ook maar niet kijken. Nee? Nee, die is nog erger. Oh, shit. Die was erger qua verhaallijn en ze sprongen echt van tijd naar tijd. Je echt wel een beetje achtergrondinformatie moet hebben over de film. Maar het zag er wel dope uit. Maar het was ook echt geen touw aan te knopen. Als je niks van geschiedenis weet, dan heb je echt niks aan die film. Oh, nou ja, het lijkt me ook meer een zo'n Amerikaanse porno. Ja, was het ook. Was het ook. Oorlogsporno. Anyway, Guardians of the Galaxy 2. Nice. Ja, leuke film. Heel vet. Ik ben super heel erg fan van de Guardians. Ik ook. Ik vind ze super lachend. Ja, precies. Vooral de humor erin kan ik zeer goed waarderen. Ja, en ook echt oude muziek vind ik wel heel vet, man. Fantastisch. Soundtrack is ook super episch. Inderdaad. Dus ja, dat. Dat. Next song. Alright. Nou ja, ook is 2017 het jaar dat Trump beëdigd is, hè? Als president. Als president van de Verenigde Staten. Op enorme pleinen met enorm veel mensen. Toch niet. Nee, helaas niet. Het was echt de minste, geloof Fake ik. Fake news. Was, ja, hij zegt van wel, maar het waren heel weinig mensen inderdaad. Ja, en eigenlijk, dit is wel heftig natuurlijk. Een grote explosie vindt er plaats tijdens het concert van Ariana Grande in Manchester in Engeland. Ja, klopt. Zeker 22 mensen komen om het leven, 100 mensen raken gewond. En later blijkt dat een van de gasten die banden had met de Islamitische Staat zichzelf heeft opgeblazen. Hij zou geen onderdeel zijn van een groter terroristisch netwerk, maar er wordt wel gedacht dat er meerdere mensen... bij die aanslag betrokken zijn geweest. En het is wel heftig, want het is Ariana Grande. Dat is een beetje tienermuziek natuurlijk. Dus dat zijn echt jonge mensen eigenlijk die daar zijn. Jonge kinderen eigenlijk nog. Ja. En daar ontploft dan een bom. Dat vind ik wel bizar, hè? Echt heel sneu. Ja, vind ik echt heftig. Ja, en 2 juni. De tieners Romy en Savannah. Ken je misschien wel die namen.
Ja, die zijn doodgevonden. En ik heb er niet heel erg veel dit mee meegekregen. Ik weet ook niet waarom. Nee. Maar ik weet wel dat, dat die meiden, die waren heel jong. Die waren 14 geloof ik. Ja, 14-jarige meisjes. En Romy, die is ook teruggevonden. Die bleek dus ook misbruikt te zijn. En omgebracht door een 14-jarige schoolgenoot. Bizar, hè? Ja. En die krijgt gewoon een jaar jeugd en jeugd-TBS. Ja. Ja, bizar, hè? Ja, ja, het enige wat je daar nog uit kan putten, de hoop kan putten, is dat hij bij jeugd-TBS, dat daaruit blijkt dat hij gewoon echt gestoord is. Ja, dat het verlengd wordt of iets ergens, of omgezet wordt. Nou ja, en van Savannah, die wordt 3 dagen later gevonden in de sloot, in Bunschoten. En schijnt dat de rechtszaak tegen de 17-jarige jongen nog steeds loopt. Ja. Toenmalig 17. Heftig, hè? Dus die zit wel, denk ik. Ja, dat zal wel. Ik vind het heftig. Ja, verschrikkelijk. Dat je zo jong zulke dingen kan doen. Ja. Wat ook echt verschrikkelijk was, was natuurlijk Abdel Kanouri in juli met een oefenduel met Ajax stortte hij in elkaar eigenlijk. Voor het oog, niet voor het oog van de wereld, want het was een oefenwedstrijd. Maar het is wel opgenomen, de beelden zijn er wel van. Ja, hij heeft een hartaanval en hij wordt nog wel gereanimeerd, hij overleeft het. Maar hij heeft de ernstige en blijvende hersenschade. En de kans op herstel is eigenlijk niks. Hij wordt nu ook kunstmatig in coma gehouden. Nog steeds? Volgens mij wel, ja. Wat bizar, man. En zijn familie die wil hem niet laten gaan natuurlijk. Nee, snap ik. Dus ja, hij heeft geen leven meer. Zeg maar van opkomend enorm talent. Stortte hij, is hij natuurlijk niks. Is het niks meer helaas. Nee, snap ik. Zonde. Ja, sneu. Zielig. Ja. Vervelend. Heftig, inderdaad. Ja, en dan ook nog in juli worden de miljoenen eieren vernietigd na het fipronil-schandaal. Oh ja, dat klopt, ja. Ja, dat fipronil was ook een soort, net zoals we nu stikstofcrisis hebben. Het fipronil-schandaal, ja. Schijnbaar werd een bedrijf met een stof... Of een bedrijf behandelde de eieren met een stof fipronil, wat eigenlijk schadelijk is voor de mensheid. En dat mag dus ook eigenlijk niet. Dus moesten die eieren vernietigd worden. Ik had er niet zo last van. Ik ook niet. In het zin echt helemaal niks. Nou ja, ik vind het wel heftig, maar ik eet niet echt veel eieren. Oké. Okay. Ja, ik eet ook niet superveel eieren. Dus misschien dat het dan... Het schijnt ook dat je best wel wat eieren moest eten die besmet waren. Ja, voor je er last van had. Snap ik. Maar ik vind dat soort dingen wel heftig, hoor. Dat je gewoon moet beseffen dat er gewoon miljoenen van die dingen vernietigd zijn. Hè? Hoeveel geld, dat interesseert me niet eens. Hè? Je weet, ik ben een beetje van de duurzaamheid. Maar die dieren, dat vind ik echt erg. Ja. Ja. Dat het gewoon voor niks gewoon is. Ja, zonde, hè. Ja. Op 17 augustus rijdt er een busje in op het publiek in Barcelona. Ja, de Ramblas. Ja, op de Ramblas, ja. 16 mensen komen om het leven en zeker 120 raken gewond. Bizar, hè? Ja, blijkt dat het de Islamitische Staat eigenlijk die eist het op. Ja, maar dat is ook een antiterreuractie, hè? Ja. En die schieten de 5 verantwoordelijke terroristen worden daardoor doodgeschoten. Ja. Ja. Bizar, heftig ook, hè? Maar je ziet het wel steeds meer, hè? Ook in Duitsland geloof ik op de kerstmarkt dat er een auto. Ja, bizar, hè? Het zijn wel van die dingen. Ik weet, vorig jaar hadden we, nee, dit jaar hadden we de Passion hier in Dordt volgens mij. En daar was ik natuurlijk heen geweest. Ik had tegen mijn dochter gezegd, als die ooit in Dordt komt, dan gaan we erheen. Nou, fucking volgende jaar kwam die in Dordt. Dus ja, wij moesten erheen. Maar er is ook al die dingen, zeg maar, die betonnen blokken en helemaal omleidingen. Gewoon voor auto's tegen. Super bevaardigd voor. En dat ook onder meer auto's bizar, hè? Tegen te houden. Ja, dat het gewoon nodig is, hè. Maar ja. Irma. Ja, orkaan Irma in september. Die laat een ontzettende verwoesting achter op Sint Maarten. Hè. Die krijgt de zwaarste orkaan, geloof ik. Die ooit getroffen is daar. En op 6 september komt hij aan land en laat een spoor van verwoesting achter. En, ik geloof dat er ongeveer 4 mensen om het leven kwam. En 1 lijkt een natuurlijke dood te sterven. Dat begrijp ik niet helemaal hoe dat dan kan. Hartaanval, angst of iets. Ja, is dat dan een normale oorzaak? Vraag ik me dan af. Ja. Nou ja, ik geloof dat 1800 mensen worden geëvacueerd. En ook Nederland komt het eiland tegemoet met 550 miljoen euro aan noodhulp. En hulpgoederen uiteraard. Ja, heftig. Maar goed dat we ze in ieder geval helpen. Hè? Ja. Het is volgens mij ook een provincie van Nederland.
valt het niet als ja, zoiets werkt. Ja, dat, of gemeente? Het, volgens mij is het een gemeente inderdaad. Het is in ieder geval deel van Nederland eigenlijk, officieel gezien. Nou, de volgende is eentje die me echt wel heeft geschokken. Ik ben ervan geschokken in ieder geval. September, 29 september, even om exact te zijn. Anne Faber, 25-jarige Anne Faber, die verdwijnt. De foto die online wordt gezet in de regen. En dat ze later nooit meer... Ja, het is gewoon... je kan je niet voorstellen hoe je voelt als... We hebben het natuurlijk eerder gehad over Millie Boele bijvoorbeeld. Hoe je voelt als vader of familie zijnde als iemand gewoon in één keer weg is. Weet je, ineens niks aan geen afscheid, niks. Precies. Gewoon klaar. Ja, en, de verdachte, de vermoedelijke dader, voor mij is hij nu ook veroordeeld. Michael P. die werkte in een kliniek in Den Dolder aan zijn terugkeer naar de samenleving. Nadat hij eerder was veroordeeld voor dubbele verkrachting. Dus dit zorgt dan voor heel veel onrust in justitieland. Hè? Of tenminste, ja, vooral in... bij die klinieken zijn vaak geprivatiseerd. Hè? Dus heel veel stof waaide op van is dit wel wat we willen? Nog steeds. En nog steeds inderdaad. Maar goed ook denk ik wel. Hè? Ja, want het is goed dat je af en toe even evalueert van is dit oké? Weet je, is dit wat we willen? Ja, dus. Ja, en dan... En waarom zit je aan me, gast? Me too of zo? Oeh! Ja. Dat is niet hoe je zegt hoor. Nee, ja, in 2017 is eigenlijk de eerste onthulling, hè? Me too. Ja. Harvey Weinstein is voor mij een... hoe noem je dat? Ja, de film... filmregisseur. Ja. Die schijnt veel bekende en onbekende vrouwen... seksueel geïntimideerd te hebben en zelfs misbruikt. Ja, de producent die verliest ook zijn werk door. Hè? Zijn filmprijzen zelfs. En zijn reputatie is eigenlijk helemaal aan het diggelen. Ja, het is wel goed denk ik dat dat nu wel een keer... Want die gast, Job Cohen of zo... Daar schijnt helemaal voor de rest niks mee... Gebeurt maar deze gast die kon natuurlijk overal mee weg, omdat hij natuurlijk machtig was. Hè? Echt bizar gewoon. Ja. In ieder geval de social media hashtag MeToo. Er wordt eigenlijk in het leven geroepen waar vrouwen en mannen hun ervaring met seksuele intimidatie en misbruik delen. In Nederland leidt dat ook tot de onthulling dat van Jelle Brand Kostjes... eigenlijk tegen de televisiemaker Gijs van Dam aangifte doet van seksueel misbruik. Ook. Bizar, hè? Ja. Maar wel goed dat er gewoon ook dat mensen het gaan durven door dit soort... Zeker. Er worden wel schrapjes over gemaakt van me too, weet je wel. Ja. Wij doen het net ook, weet je wel. Maar het is wel echt een... Het is wel goed. Het is een issue, man. Het is gewoon niet normaal. Het is echt een heftig issue, inderdaad. Je moet er gewoon ook over praten, zeg maar. Ik vind ook dat Het is moeilijk, hè? Want als er zoiets overkomt, dan schaam je je echt super hard. Ja, ja. De slachtoffers, die voelen zich ook niet zozeer slachtoffer. Maar ze hebben ook altijd zoiets van... Ja, weet je, had ik niet iets anders moeten doen of zo? En die voelen zich dan mede verantwoordelijk of zo. Terwijl dat natuurlijk gewoon fucking bullshit is. Ja. Weet je, je kan er niks aan doen. En die gast die het doet bij je, dat is gewoon ja. Klootzak. Ja, precies. Of een kutwijf. Ja. Laten we niet vergeten, hè. Vrouwen die kunnen net zo goed... Vrouwen kunnen het ook doen, ja. Ja, toevallig had ik een keer met een sofa... Oh, was dat verkracht of niet? Op BNN of zo. Had ik een keer met... was ook een aflevering over dat een vrouwelijke basis een verkrachting of een aanranding had gedaan. Ja, op toilet met stagiairen. Ja, en dan toch zie je dat heel veel mensen het dan minder vinden. Minder omdat hij vinden. Ook nee had kunnen zeggen. Omdat hij tussen haakjes sterker was als man of zo. Maar het gaat niet eens daarom. Het gaat gewoon over de macht die ze over hem heeft. Precies. Als baas. Want als hij iets niet doet wat zij wil, dan heeft hij kans dat hij zijn stage verziekt, weet je wel. Ja, precies. Ja, dus... Ja, praat erover, hè. En schaam je er niet voor. Ik snap dat het moeilijk is, maar weet je, het is niet jouw schuld. Nee, ik denk dat wat we mee willen geven. Ja, en dan de volgende is natuurlijk diep triest, hè. Ebenhard van der Laan, die overlijdt in oktober, 5 oktober, aan uitgezaaide longkanker. Sinds 2010 was hij de burgemeester van de hoofdstad. En uiteindelijk moet hij dus ook het onderspit delven aan de vreselijke ziekte kanker. Ja, hij is daar wel heel geliefd geweest ook. Ja. Hij was echt was heel geliefd. Vooral vanwege zijn menselijkheid en zijn daadkracht. Ja. Dus bizar. Ja, en dan 28 november. Noord-Korea voert de zwaarste kernproef ooit uit. Ja. Ja, wat zijn ze aan het doen, hè, in Noord-Korea? Je weet het niet. Weet je dat trouwens, ik zag gisteren of eergisteren op het nieuws, dat Trump ook weer... Noord-Korea waarschuwde, of weet ik veel wat, of weet ik veel wat ze aan het doen waren. Dat ze nu weer hadden gezegd, we gaan nu weer een nieuwe proef doen. En daardoor hoeft Noord-Korea zich nooit meer zorgen te maken. Dit, weet ik veel wat dan. Ja, joh. Bizar. Als die nou een keer dat geld zou steken in zijn bevolking. Ja.
Dan zouden ze misschien een omleiden, maar ja. Ja, we zullen er voorlopig niet achter komen, denk ik. Maar ik denk dat het qua... Ik zie niet zomaar Trump Noord-Korea binnenvallen. Ja. Dus. Maar goed, het gaat er wel om en dat ook in 2017 dat ze Amerika konden bereiken met een... intercontinentale ballistische rocket. Ja, dat is natuurlijk wat de VS... Ja, waardoor Trump natuurlijk in één keer in paniek schoot. Van holy shit. Ja, nou ja, paniek. Ja, hij deed een beetje... maar het is hem wel gelukt om met hun af te spreken. Dat was wel een bijzonder evenement. Ja. Dat was niet in 2017, geloof ik. Dat was vorig jaar, geloof ik. Ja. Voor mij ook. Maar laten we hopen dat de spanningen minder... Of was dat wel in 2017? Nee, het was niet in 2017. Dat was 2018. Nee, ik denk dat... Laten we in ieder geval hopen dat die spanning daar weggaat. Ja. Ja, dat was al in 2017. Man. Man. Nou. Twee jaar. Zijn we nu. Dan zijn we bij nu, zou ik maar zeggen. Dus volgende week maandag gaan we dus... Bijna het nu-bal, 2018-2019. Ja, dat is wel leuk om eventjes... Dan doorlopen we eigenlijk ook wat wij al een soort van behandeld hebben, heel kort. Ja. Of althans de hoofdpunten eruit natuurlijk. Ja. Nice. Ja, vind ik leuk. En dan is het alweer kerstvakantie. En als het goed is in de kerstvakantie hebben we een leuk verrassingje voor jullie. Ja. Dan gaan we volgende week misschien nog wat over vertellen of misschien niet. Misschien laten we jullie in het ondergewisse. Oei. Spannend. Nee, maar dan wordt het wel tof. Ja, denk het ook. Ja. En dan in het nieuwe jaar gaan we weer opnieuw beginnen met hoe je ons kende. Misschien dat we een beetje door de war gooien, even wat nieuwe dingen doen of zo. Ja, een beetje een nieuw conceptje erbij, een beetje uitdagend houden. Maar het blijft... De raadspensionaris. De geschiedenis van de raadspensionaris. De geschiedenis. En de raadspensionaris, inderdaad. Lekker soepel, ouwe. Ja, of niet. Bam, jongen. Als we beter moeten afspreken. Anyway. En of niet. Volgens ons... Volgens mij is pauze een beetje moe. ik ben topfit. Volg ons op Twitter of Instagram. Het Raadspension of de Raadspensionaars. Of mail ons de Raadspensionaars @gmail.com. Mocht je suggesties hebben voor 2018, 2019. Of persoonlijke verhalen zijn ook leuk. Oh, dat is ook tof inderdaad. Dat is tof, ja. Dus laat het ons weten. En dan zien we jullie volgende week weer terug. Is goed. Tot volgende week. Tot volgende week.